Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Echt enorm bedankt alle mensen die mij een bedankje sturen. Super lief, bedankt voor de liefdevolle cadeautjes. Ik hou van jullie. Wil je me ook een bedankje sturen, dan kan dat hieronder aan de video op de button bedankt. Dit wijst vanzelf de weg. Lukt het nou niet via YouTube, dan heb ik in de reacties en in de beschrijving van de video een link gezet, zodat je het op een andere manier kan doen. Enorm bedankt, hiermee steunen jullie mij ook. Hou ook de community post in de gaten, want ik ga iedere dag een prachtige post zetten met wijsheden, quotes en allemaal prachtige teksten van oude wijsheden, oude geschriften. En zo zie je ook dat iedere religie, welk boek je ook leest, allemaal naar hetzelfde punt sturen. En door verbasteringen of door verkeerde uitleg of door verdraaiingen, verkeerde vertalingen, dat soort dingen. Of onbegrip, hè, dat mensen het dus niet goed snappen eigenlijk. Zijn er zoveel stromingen gekomen. Maar eigenlijk als je goed leest, lees je overal hetzelfde. Behalve dan de menselijke wetten die ze eraan toe hebben gevoegd om je te binden aan hun. Daar moeten we doorheen gaan prikken. En dan zie je ook dat alle religies zullen verdwijnen en dat we in onszelf gaan geloven. En niet zoals de duisternis het wil, hè, want die wil ook dat alle religies verdwijnen, maar die willen één religie. Nee, dat is het ook niet. Het heeft helemaal niks met religies te maken. Het is juist dat we weer in onze kracht komen te staan. En dat we zelf weer weten wie we zelf zijn. Ja, daar hebben we dus geen religies meer voor nodig. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij Redevoering 24. Saint Germain, 22 december 1932. Aanroeping. Oneindige liefdevolle tegenwoordigheid die alles lief heeft. Wij voelen dat uw vrede, uw liefde en uw wijsheid overal alles doordringt. Wij weten dat er slechts één machtige tegenwoordigheid bestaat, waarvan we een deel zijn. En wij weten dat u alomtegenwoordig bent. Wanneer er om gevraagd wordt, laat u uw energie uitstromen om iedere behoefte te vervullen. U verheft het bewustzijn van de mensen tot op uw niveau en u houdt het daar verankerd, totdat het licht van het eeuwige leven alle wezens vervult met haar straling en hen met de innerlijke stuwkracht brengt tot eeuwige, duurzame erkenning van de grote Ik Ben. Ik groet u vanwege de grote heerschaar van opgevarenen en vooral vanwege Nada, Cha'ara, Chan en Diana, de godin van het vuur. Redevoering. Aangezien het bewustzijn van de studenten verheven is tot de activiteit van het hogere of het vuurelement, begint alles in hun wezen te werken met een intensiteit die ze dikwijls niet begrijpen. Naarmate meer handelen vanuit het standpunt van het vuurelement, is het noodzakelijker dat ze werkzaam zijn. De opleiding die wij proberen te geven om de studenten te zegenen, te beschermen en te verlichten, houdt in dat men zichzelf oefent om op ieder ogenblik waakzaam te zijn. Terwijl iedereen die Ik Ben tegenwoordigheid zou moeten begrijpen en met volle inspanning zou moeten gebruiken om zijn zelfbeheersing te behouden, leren wij u ook dat u rustig en kalm moet blijven wanneer er iets onverwachts gebeurt. Gebruik dikwijls de uitspraak: Ik ben de waakzame tegenwoordigheid. Zeg het tegen jezelf, hè? Ik ben de waakzame tegenwoordigheid. Indien er iets onverwachts gebeurt, zeg dan enkel: wij zullen dit van ons afzetten en blijf vreugdevol en gelukkig. Tracht niet enig gevoel te hebben, maar weet: ik ben de machtige tegenwoordigheid die de handeling van iedereen beheerst. Dus zeg:
Ik ben de machtige tegenwoordigheid die iedere handeling van iedereen beheerst. Telkens wanneer er een bron van licht is met deze intensiteit, dan is er altijd een of andere verstoring die bij iemand probeert binnen te dringen. Wanneer u huiselijk harmonie beoogt, blijf dan zeggen: ik ben opgewassen tegen elke plotselinge verstoring. Dit omgeeft u met een soort panzer dat ervoor zorgt dat de sfeer harmonisch blijft. Zeg dikwijls: ik ben de tegenwoordigheid die door niets kan verstoord worden. Dus ik ben de tegenwoordigheid die door niets kan verstoord worden. Blijf steeds vreugdevol en rustig en schenk geen aandacht aan zaken die u kunnen verstoren. Wanneer u iemand wenst te helpen, zeg dan: heer vriend, doorheen de ik ben tegenwoordigheid geven wij u de kracht om dit te beheersen. De hoogst wonderbare groepsgeest en de uitstraling van beide bijeenkomsten deze week was het meest opmerkelijke dat ik ooit gezien heb bij een groep studenten. De grote liefde en de harmonie in het hart van deze studenten bleven lang genoeg behouden en maakt bijna alles mogelijk. Dit gebeurt zelden. Hier zijn 3 bijeenkomsten waarin dezelfde liefde en harmonie behouden blijven. Voelt u de grote golf van vrede en vreugde? Die kwam zoals de adem van een lenteochtend. Ik zal u meer uitleg geven, zodat u kunt zien hoe ver deze wonderlijke liefdevolle zorg reikt. De grote meester die met Jezus contact opnam, die hem in staat stelde de overwinning te behalen, was ook mijn leraar. Het was zijn straling die zo pas doorkwam. Hij wenst dat ik u zeg: naarmate u verder gaat op het pad van licht, zult u ervaren dat de gemakkelijkste manier om verstoring te overwinnen is dat u zich hiervan afwendt en het vergeet. Later zal ik u de naam van deze meester geven. Wanneer er verkeerde zaken gebeuren, zeg dan: dit is niet juist, en leid er dan vlug de aandacht van af. Dit vermijdt dat er verstoring opgebouwd wordt. Dus wanneer je opmerkt dat je in een negatieve energie terechtkomt, zeg dan tegen jezelf: dit is niet juist. En leid er dan vlug de aandacht van af. Dit vermijdt dat er verstoring opgebouwd wordt. Ja, want dan wordt het steeds heftiger, zeg maar, als je erop gefocust blijft. Terwijl wij meer in het licht komen, vormen wij een grote familie, wetende dat er overal slechts 1 grote ik ben tegenwoordigheid is en dat u hiervan de verpersoonlijking bent. Kan er slechts een grote familie zijn, de kinderen van de ene God. Laat in het allereerste plaats het volgende tot u doordringen: wanneer een achtenswaardige persoon kritiek heeft, zeg dan met stellige zekerheid: niemand wil dit opdringen aan uw vrije wil. Wij hebben geen bezwaar tegen ernstig onderzoek, maar wij dulden geen kritiek of woordentwist. Nou, dat is zo inderdaad. Want het gaat om dat jij het voor jezelf ontwikkelt. De ander kan zelf onderzoek daarnaartoe doen, of die kan misschien het wel zeggen: ik geloof het niet, of het bestaat niet, of het is allemaal nep. En dat mag allemaal zo wezen. Iedereen mag zelf weten wat hij denkt en vindt. Maar voor jezelf duld je geen kritiek. Daar heb je geen behoefte aan, geen zin in. Dat moeten ze maar voor hunzelf gaan doen. Want jij bent dit voor jezelf aan het ontwikkelen. Ja? En het is ook beter als er mensen zijn die hier dus niet voor openstaan. Of daar niet naar willen luisteren. Dan kun je beter je tijd niet verdoen. Hè? Dat staat ook in de Bijbel. Geef je parels niet aan de zwijnen. Want ze zullen zich omdraaien en het vertrappen. Ja, dus geef je schoonheden en je kracht en niet aan de zwijnen. Dat is eigenlijk de narcist. Hè? De narcist die zal het ook omdraaien en vertrappen. En, want die willen niet leren, of die willen juist niet de schoonheid van hun eigen wezen of de liefde om hen heen. Die zijn daar nog niet. De boodschapper moet weigeren tweedracht te aanvaarden door liefde te laten stromen. En dat is hetzelfde ook nu, hè, dat je als jij een boodschap daarvan binnenkrijgt, of de lering, hè, dat je ook niet in
verstoring komt. Hè? Of dat je gaat twijfelen of dat je denkt, nou, dit, misschien is het wel niet waar. Het zou best kunnen dat je denkt, dat is niet waar. Hè? En ook al zou het zo zijn dat het niet waar is. Ja? Wat heb je in godsnaam te verliezen? Je weet, die hele matrix en dat systeem, dat is sowieso al verloren zaak. Want dat is de dood. Ja? Dus wat is er moeilijk aan om juist de liefde die hier allemaal in geschreven staat, of in andere mooie geschriften staat, om daarmee aan de slag te gaan? Wat heb je dan in godsnaam te verliezen? Bang dat je misschien naïef wordt, of dat je misbruikt wordt, maar dan heb je geen zelfliefde. Ja? Zelfliefde laat zich niet misbruiken. En ook niet uitbuiten. De boodschapper moet weigeren tweedracht te aanvaarden door liefde te laten stromen, zodat de tweedracht verteerd kan worden. De boodschapper moet gesterkt worden, want anders is het werk maar half gedaan. Geen enkele les of werk van de boodschapper kan ondersteund worden. Indien de boodschapper toelaat dat de discussie of tweedracht ontstaat. Het is voor een gemiddelde persoon zeer moeilijk te begrijpen dat de snelste manier om eender welke verstoring te laten ophouden, is te stoppen met erover te discussiëren. Wat zich in uw eigen aura bevindt, is het enige dat aandacht nodig heeft. Wat in uw auraveld is opgenomen, kan er enkel komen door uw gevoel. Het gesproken woord zal geen disharmonie opnemen in uw innerlijke atmosfeer, tenzij er een gevoel van veroordeling of boosheid achter zit. Het is veel beter dat u uitbarst en op die manier iets uit uw denken wist, dan een gevoel van wrevel te behouden of u gekwetst te voelen. Want dit wordt opgenomen in uw innerlijke atmosfeer. Nochtans zijn beide situaties onwenselijk. Vanuit mijn gezichtspunt zie ik wat er in uw gevoelens opgenomen wordt en bijgevolg ook in uw innerlijke atmosfeer. U weet hoe een steenpuist ontstaat. Goed, laat mij u dan vertellen dat in uw lager denkvermogen precies hetzelfde gebeurt als wat de fysieke steenpuist uitdrukt in het fysieke lichaam. Eww. Het is zeer belangrijk ervoor te zorgen dat u geen gevoelens koestert tegen personen, plaatsen, zaken of omstandigheden. Want deze stapelen zich op en worden opgenomen in de innerlijke atmosfeer. Ja, het blijft sudderen, hè? Vervelend is dat. Het zijn ook allemaal trauma's of ervaringen die je uit het verleden hebt meegemaakt. En dat blijft dan zo zeuren en sudderen. En je kan je er niet van bevrijden als je dus ermee bezig blijft. Wanneer het verlangen opkomt. Ik wens dit en aldus moet dit of dat gebeuren. Beteugel dit dan onmiddellijk en zeg, alleen God handelt daar. Wanneer een gevoel opgenomen is in uw aura, blijf het daar verankerd totdat u het oplost of verteert. Het is altijd het gevoel dat het innerlijke verslag maakt. Het heeft geen zin iets op te lossen, indien u niet de gewoonte doorbreekt die dit veroorzaakt. Men kan dit gemakkelijk overwinnen door te zeggen, ik ben hier degene die beveelt. Ja, ik ben hier diegene die beveelt. Dat is hetzelfde, hè? Hoe ga je met haatgevoelens om, of met frustratie, of met het verleden, of met boosheid, teleurgesteldheid, gekwetstheid. Dat is het. Veel mensen zeggen, maar hoe laat ik het los? En nou ja, hier staat dus ook in. Ik ben hier degene die beveelt. En het gaat er dus niet om dat je nog met die zaken of toestanden mee bezig moet houden. Of daar nog mee om moet gaan. Het gaat om de gevoelens, hè, die je hebt. Laat uw gevoelens niet uit de hand lopen. Mensen worden dikwijls bijeengebracht met het enige doel hen te dwingen deze gewoonten, waar de meeste mensen hoegenaamd geen aandacht aan schenken, te verbeteren. Het komt erop aan het ego tot rust te brengen, zodat de waarheid kan ontvangen worden. Dit is ten zeerste noodzakelijk bij persoonlijke zelfcorrectie. Terwijl uw bewustzijn verhoogt, wacht de energie om als een lawine naar buiten te komen. Het is ook jezelf dit hogere bewustzijn te gunnen. Hoe meer je jezelf dit gunt, deze wijsheid, hoe meer je oude patronen die van het systeem afkomen, die de matrix zijn, wilt loslaten.
Want je gunt het jezelf om je te bevrijden. Zeg het ook tegen jezelf, hè? Ik gun het mezelf. Ik gun mezelf het hogere bewustzijn. Dus vreugdevol en liefdevol laat ik het los. Indien de energie niet beheerst wordt, zal ze u overdonderen en zal ze er de oorzaak van zijn dat u zaken doet die u anders hoegenaamd nooit zou gedaan hebben. Welke energie u ook ter beschikking wordt gesteld, ze moet in harmonie uitgezonden worden. Dat is de natuurlijke wet van uw wezen. Wanneer iemand niet verstaat dat hij de energie die door hem stroomt moet beheersen en hij maakt contact met een verstorend element, dan krijgt de energie die hierdoor stroomt de eigenschap van deze verstoring. Niet best. Hij zou deze energie dan onmiddellijk moeten tegenhouden of haar de eigenschap van liefde geven. Wanneer ik geconfronteerd werd met een verstorend element, dan zei ik gewoon weg: hier, ik sluit mijn deur, jij blijft buiten. Dat is ook een mooie. Hier, ik sluit mijn deur, jij blijft buiten. De universele energie die door u stroomt is van nature harmonisch. Sluit uw deur en denk na over wat er gebeurd is. Mensen verzetten zich tegen personen, plaatsen, omstandigheden en zaken, omdat ze zichzelf niet meester zijn. De studenten moeten deze zelfbeheerste harmonie lang genoeg behouden, totdat de stuwkracht voor duurzame werkzaamheid kan gecreëerd worden. Ik zeg u, wanneer iemand de harmonie in zichzelf behoudt, zal hij alle goede zaken aantrekken. Het is een onweerlegbaar feit dat op het ogenblik dat iemand uitdrukking geeft aan tweedracht, hij zou moeten beseffen dat hij hieraan schuldig is. Dit hoeft niet op papier te staan, om iemand te waarschuwen. Op het ogenblik dat er tweedracht is, waarschuwt de innerlijke stem u dat u aan uzelf moet werken. Ja, precies. Dus dat is ook een mooie. Zodra je dus tweedracht hebt in jezelf, dan waarschuwt je innerlijke stem u dat u aan uzelf moet werken. Ja, want je wordt getriggerd, hè. Dus er is iets wat jou triggert, dus er is nog een open wond. Dat betekent dus dat je aan jezelf moet werken. Ja, het heeft allemaal met liefde te maken, hè. Dus liefde voor jezelf en het sturen dat andere mensen dus wakker gaan worden. Het gaan inzien. Iedere mens is ten alle tijde zijn eigen bewaker en aanmoediger. Er is in de wereld slechts één macht die alles kan verbeteren. Met name de ik ben tegenwoordigheid in elk mens. Wanneer u weigert te erkennen dat u de schepper bent van uw eigen verstoring, hoe kunt u deze dan ooit verbeteren of ervan bevrijd zijn? Ja. Er is geen enkele persoon, plaats, situatie of zaak die rechtvaardigt dat u ooit verstoord bent. Want de altijd aanwezige ik ben tegenwoordigheid laat op ieder ogenblik uw hart kloppen. En zij is almachtig. Indien iemand deze disharmonische gevoelens bij zichzelf wil corrigeren, dan laat hij de grote ik ben tegenwoordigheid met volmaaktheid in zijn wereld stromen. Wanneer de persoon zichzelf niet wil veranderen, hoe kan hij dan ooit de eeuwigdurende overwinning behalen? De ik ben tegenwoordigheid is de almacht van het universum. Om deze correctie te bewerkstelligen, laat de ik ben tegenwoordigheid stromen, totdat ze alles zuiver gespoeld heeft. Wanneer uw aandacht stevig gericht is op de ik ben tegenwoordigheid die u bent, dan is het alsof uw lichaam een fijne spons is, waardoor deze zuivere energie wordt uitgestort, terwijl het gezuiverd wordt van alle onvolmaaktheden. Wanneer u de disharmonie wilt stoppen, dan zuivert de stroom van de ik ben tegenwoordigheid automatisch alle onvolmaaktheid. U hebt dus de onbegrensde macht in handen om uw rechtmatige bevelen te versterken. Zelfs vanuit wetenschappelijk standpunt weet men dat de lichaamscellen in minder dan een jaar vernieuwd worden. Indien de disharmonie gedurende een jaar zou kunnen uitgesloten worden, dan zouden het denkvermogen en het lichaam eeuwige jeugd en onvolmaaktheid uitdrukken. Kun je nagaan, hè? We hebben allemaal de jeugd in ons. We houden het tegen door
onze levenssappen, onze levensenergie uit te putten. We gebruiken niet meer de kracht. Vanuit een gevoel van valse trots of iets dergelijks wil de mens de waarheid niet onder ogen zien. Namelijk dat de oorzaak in hemzelf ligt. Ja, dat is waarschijnlijk te confronterend of zo. De gewoonte om iemand anders altijd de schuld te geven voor wat er met u gebeurt, maakt u blind voor de waarheid en verhindert zelfverbetering. Ja, we kunnen er niks mee, hè? Het mooie kinderlichaam verduidelijkt dit op een wonderlijke manier. Totdat een kind oud genoeg is om de tweedracht rondom zich op te nemen, is zijn lichaam prachtig en drukt het volmaaktheid uit. Deze volmaaktheid van het lichaam zou altijd behouden blijven, indien de tweedracht van de omgeving van het kind niet zou binnendringen in zijn bewustzijn. Er zijn mensen die mij zullen zeggen: hoe zit het dan met een kind dat ziek en gehandicapt geboren is? Die vraag krijg je ook heel veel. In de meeste gevallen is deze situatie meegebracht vanuit een vorige incarnatie. Soms echter, wanneer er tweedracht is tussen de ouders, kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat deze disharmonie zo groot is dat ze wordt opgenomen door het kind. Maar u zult merken dat in deze gevallen de ziekte alsmaar minder duidelijk wordt, naargelang het kind opgroeit en zich ontwikkelt. Dit is het absolute bewijs dat de ziekte niet zijn eigen schepping was, maar dat ze in de hand gewerkt werd door de ouders. Aangezien de ziel sterk genoeg was om deze ziekte te overstijgen. In dit specifieke geval moet men inzicht hebben in de verbazingwekkende invloed van suggesties waarmee mensen voortdurend omringd zijn. Laat ons bijvoorbeeld de leefwereld en de verenigingen nemen van mensen die de gewoonte hebben bijeen te komen. In deze vriendschappelijke verenigingen is iedereen gevoelig voor de ideeën van anderen. Wanneer deze verstorend zijn, dan zal de vereniging vroeg of laat uiteenvallen door een grote ruzie. 75% van de mensen die actief zijn in de buitenwereld zijn zich er echter niet van bewust dat ze ideeën overnemen. Het zij van een vereniging of uit hun omgeving. Het zij uit situaties die hen voorgehouden worden. De juiste houding van een student die zich bewust wordt van zijn ik-ben tegenwoordigheid, is onmiddellijk het standpunt in te nemen. Zeg tegen jezelf: ik ben onoverwinnelijk, beschermd tegen elke onvolmaakte suggestie. Ik ben onoverwinnelijk, beschermd tegen elke onvolmaakte suggestie. Men kan op die manier een scherm rondom zichzelf optrekken, dat onmiddellijk alle ideeën en suggesties afstoot die zich trachten op te dringen en waarin een destructief element zit. Ik denk dat het noodzakelijk is uw oude handboeken weer onder uw aandacht te brengen, waarin staat: wanneer u aanvankelijk niet slaagt, probeer dan opnieuw. U kunt de overwinning en de heerschappij niet verwerven, zolang er nog beperkingen zijn. Behalve wanneer u steeds opnieuw probeert, totdat u uiteindelijk de overwinning behaalt. Ja, geef niet op, hou moed. Indien u verwezenlijking in vraag stelt, stelt u uw overwinning zoveel langer uit. Studenten die werkelijk beginnen te begrijpen dat ze de universele kracht kunnen bevelen door de erkenning van het gebruik van hun ik-ben-tegenwoordigheid, weten dat ze onmogelijk kunnen falen in het toepassen ervan. Want hoe meer ze hun ik-ben-tegenwoordigheid gebruiken, hoe meer ze haar ondersteunende kracht ervaren. Zeg telkens wanneer u de Christus-energie voelt. Dus dit zeggen we weer tegen onszelf. Ik loof u en ik aanvaard het licht van uw tegenwoordigheid, de volledige ik-ben-activiteit. Wanneer u dit altijd doet, dan sluit u de deur voor elke onwenselijke creatie van diegenen die zijn overgegaan. Herinner u steeds dat u meester bent van wat in uw gedachtenwereld zal komen
en dat u erg ontvankelijk bent voor allerhande gedachten en gevoelens, tenzij u beseft dat u de meester bent. Weet voor anderen, ik ben de tegenwoordigheid die ervoor zorgt dat deze persoon het gewenste verwezenlijkt. Wanneer u aandacht schenkt aan een verstorende situatie, dan geeft u kracht aan iets anders dan uw ik-ben-tegenwoordigheid. Zegeningen. Machtige, oneindige ik-ben-tegenwoordigheid. Wij verheugen ons in uw onophoudelijke uitstroming en in uw omhullende tegenwoordigheid die het leven van deze beminde studenten beschermt en leidt. Help hen zonder aarzeling binnen te treden in de volheid van uw tegenwoordigheid, opdat ze een zegen zouden zijn voor de mensheid, waar ze ook zijn of gaan. Versterk uw wonderlijke licht in hun dagelijkse handelingen, zodat elk van hen een groot kanaal worden om te helen, te zegenen, voorspoed en verlichting te brengen. We zijn aangekomen bij redenvoering 25. Dit was redenvoering 24. Ik dank jullie allen voor het kijken en heel veel succes en liefde met deze prachtige leer om het om te zetten, om te gaan stijgen naar een hoger bewustzijn, wat al hier in het nu is. Het is alleen nog het besef en het bevatten ervan. En oefen vooral ook al deze prachtige dingen. Nou, ik hou van jullie. Vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee bent. Hiermee steun je mij om nog meer video's te kunnen maken. En nou, dikke kus en knuffels voor jullie.